naam is Jeroen Sturkenboom, 45 jaar, getrouwd, 3 kinderen. Mijn naam is André Sturkenboom, ik ben 43 jaar oud, getrouwd, samen met mijn broer in de boerderij. Met de ruivenkaveling zijn we vanuit Houten naar Schalkwijk gegaan in 1990. Toen molken we 130 koeien. Vervolgens hebben we in 2000 de stal naar achteren toe verlengd. Andere melkstal erin gedaan. In 2015 wouden we toch nog een keer een slag maken. Quotum ging eraf. En de stal verbreed. Toen is het een lange vraagstuk geweest van hoe gaan we die extra koeien melken. Voorheen molken we al 5 uur per dag. En omdat we eigenlijk geen gebruik maken van vreemde arbeid, is dat best een behoorlijke fysieke belasting. Lang over nagedacht, uiteindelijk toch in een nieuw gedeelte 2 robots ingezet. En dat bevalt naar volledige tevredenheid. Zo goed dat we vorig jaar, 2017, de melkstal die we in het oude gedeelte erbij hadden gehouden, eruit gehaald hebben. Ook 2 robots erbij, dat we nu met totaal 4 robots melken. Productie heeft een behoorlijke sprong omhoog gedaan. Koeien zijn, ik denk dat ik toch mag zeggen dat ze gezonder zijn als voorheen. Ik denk de 3 keer daags melken met die aanleg die in onze koeien zit, dat het toch een positieve uitwerking gehad heeft. Aan de keukentafel, die hoor je van, daar ging niet. Dat is, als je geen robots hebt, is het heel moeilijk in te schatten hoe dat uit gaat pakken. Ja. Dus het is eigenlijk gewoon een sprong in het diepe. Ja. En nu kan ik, ik heb gewoon goed uitgepakt. Ja. De koeien hebben gewoon enorm veel melkaanleg in zich. En dat is er niet altijd uitgekomen, maar nu een keer extra melken. Mm-hmm. Ja, de diergezondheid is bij ons beter geworden. De productie is 1000 liter per koe gestegen. Ze geven vaak zelf aan van de topmelkers van bijna allemaal Lely. Dan is topmelken niet helemaal het belangrijkste. Maar het geeft wel aan, denk ik, dat het systeem goed werkt. Goed werkt, ja. Ja, binnen het bedrijf doe ik de techniek en de kleine storingen aan de robots die proberen wij zelf op te lossen. En daar is altijd een storingslijn van Leni 24 uur per dag bereikbaar. En dat werkt eigenlijk super. Een groot voordeel van de robot is dat het per kwartier afname heeft. Dus er worden nooit 4 tegelijk afgehaald. Dat voor dierenwelzijn van de koe eigenlijk beter is. De koe kan helemaal zijn eigen ritme bepalen. Bij een melkstal staat een koe toch een uur in de wachtrij achter de melkstal. De koe komt aanlopen bij een melkrobot. Er kan een voorgangster zijn, maar dat duurt nooit lang. Het is eigenlijk vrij koeverkeer. En ik denk dat dat voor de koe toch enorm veel rust geeft.